Maar sporten was nummer 1. Dus ja, geen feestjes meer, eigenlijk geen leuke dingen, geen alcohol. Dat soort dingen kunnen gewoon niet in het leven van een topsporter. Waarschijnlijk weet je het niet, maar Groningen heeft afgelopen maand een wereldkampioen erbij gekregen. De 22-jarige Nadine Hettinga doet aan de sport calisthenics. En daarin draait ze mee met de wereldtop. Voetbal en atletiek kent iedereen wel, maar de kans is groot dat je nog nooit van calisthenics hebt gehoord. Het is al een moeilijk woord en mensen weten inderdaad vaak niet echt wat de sport inhoudt, maar het is een soort krachtsport en daar maak je eigenlijk alleen gebruik van je eigen lichaam. Bijvoorbeeld je doet een pull-up om je rugspieren aan te spreken of je doet een push-up voor je borstspieren en je kunt er ook allemaal verschillende trucjes leren en ja, zo bouw je eigenlijk kracht op met je eigen lichaam. Nadine werd eerder dit jaar Europees kampioen, waardoor ze zich kwalificeerde voor het WK. Toen was het dus een half jaar lang heel gestructureerd met een coach. Trainen. Mijn hele leven was eigenlijk trainen, ja. En met succes, want Nadine werd wereldkampioen in het onderdeel streetlifting. Dat voelt echt heel onwerkelijk. Ik had ook een soort van ontlading of zo, omdat ik best wel veel druk op mezelf had gelegd. Maar ook vanuit andere mensen, omdat ik dus zoveel deel. En iedereen leefde mee en iedereen wilde dat ik ging winnen. Dus ja, het was echt onbeschrijfelijk hoe dat voelde. Dat had ik echt nog nooit meegemaakt. Ook niet met turnen, met geen andere sport. Dit was wel echt het toppunt. Ik ging echt gewoon voor goud. En daar had ik me voor ingesteld. Ik denk ook dat dat de mentaliteit is als je kans hebt om te winnen. Want als je denkt, oh, ik ben blij met zilver, dan ga je er toch minder hard in. Nadien ziet de sport steeds populairder worden. Als ik het aan mensen vertel, zijn er toch nog heel veel mensen, en vooral wat oudere mensen, die er nog nooit van hebben gehoord. Maar het groeit wel echt. En dat zie ik ook in deze sportschool waar ik dus calisthenics uitoefen. Er komen steeds meer nieuwe leden bij, steeds meer mensen kennen. Dus het is nog niet heel groot, maar het gaat wel echt groter worden. Heel veel meiden zijn ook echt geïnteresseerd, maar ook vanuit andere landen. En het gaat dus zo snel groeien, dus de competitie gaat echt, ik denk, exponentieel groeien. Dus het wordt voor mij veel moeilijker om volgend jaar die titel te gaan verdedigen. Dus dat is in ieder geval voor nu ook mijn volgende doel, om gewoon nog een keer wereldkampioen te worden, ja.